Ik ben Tanja Verstappen. Samen met mijn man André woon ik in Oplo en daar hebben we sinds 4,5 jaar een zomerboerderij. En recent zijn we hier in Os gestart met het kloosterhuis. De boerderij in Oplo heet Zomerboerderij Het Zicht en hier heet het kloosterhuis Het Zicht. Mijn naam is René Pol van Natuurbegraafplaats De Maashorst. Op de plek hier achter mij willen we een natuurbegraafplaats gaan realiseren. Voor de mensen om een prachtige plek in de natuur uit te kiezen waar ze hun laatste rustplaats kunnen vinden. Mijn naam is Maarten van Kempen, Fitland. Onderdeel van Fitland is de Vrije Teugel. Wij combineren exploitaties in de vorm van opleiden, zorg, bewegen en leisure. Daar waar het kan, publiek-privaat. En eigenlijk is de Vrije Teugel daar een voorbeeld van. Het klooster staat eigenlijk in een natuurgebied wat het Land van Tossen heet, Landerij van Tossen. En dat is 70 hectare natuurgebied. Waar eigenlijk al heel erg veel ondernemers bezig zijn om biologische aspecten weer terug te brengen. En het klooster is een beetje zo'n centraal punt in die 70 hectare, waar eigenlijk heel veel samen kan komen. Natuurbegraven is een redelijk nieuw fenomeen in Nederland. Sinds enkele jaren zijn er een aantal geopend, maar die zijn wat verder weg. Op deze plek zitten we net tegen de Maas zoals staan. 12 hectare bos wat achter mij ligt, plus 12 hectare landbouwgrond. Die wordt omgevormd naar een natuurbegraafplaats. Maar juist die combinatie van het open en gesloten maakt deze plek heel bijzonder. Ziekenhuis Bernhoven, onlangs geopend op 1800 meter afstand. Toch zich weer bevindende in een heel ander gebied. Bijna centrum Uden. 1800 meter verder op de Vrije Teugel. En je waant je niet alleen, maar je bent in de natuur. Nou, samen met Bernhoven komen daar allerlei herstelprogramma's, COPD... Kortom, herstellen in de natuur. We zijn voornemens om hier ook van het kloosterhuis uit een soort van sociaal uitzendbureau te starten. Om mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt gemakkelijker weer richting arbeid te kunnen helpen. Mensen met autisme en daaruit voortkomende problematiek die hier kunnen wonen en werken en zorg ontvangen. En daarmee bedienen we hier eigenlijk ook de ondernemers die in de Maashorst actief zijn. Dus dat netwerk van ondernemers waar we nu ook mee actief zijn, daar is het heel prettig samenwerken mee. Om geld te genereren om die natuur mogelijk te maken en om meer natuur te maken dan dat we de komende jaren gaan doen, gaat de Stichting Nieuwe Natuur grond uitgeven voor ander gebruik. En een van die gebruiken is bijvoorbeeld de natuurbegraafplaats. En met het geld wat zij verdienen van de natuurbegraafplaats, kan zij het beheer voor zeer lange tijd voorzien. En kan ze daarmee ook weer nieuwe natuur gaan realiseren rondom dit gebied. De huidige Vrije Teugel, hè, zoals die nu bestaat, bestaat al uit een opleidingscentrum samen met het ROC. Bestaat al uit een hotelfaciliteit, vergaderruimtes, een stukje leisure. Er wonen al mensen in de omgeving van dichterbij die weer een functie hebben in en om de Vrije Teugel. Dus fysiek. Moet het beweegcentrum in en outdoor nog gerealiseerd worden, maar 80% van de bebouwing is er dus al. Nou, de natuur, ja, die is er helemaal al. Die moeten we nog een klein stukje, moeten we de natuur nog helpen om hem toegankelijk en geschikt te maken voor dat stukje herstellen in de natuur. Met een beweegtuin, met een stuk water. En dat weer gecombineerd met het beweegcentrum. Ja, maakt van de Vrije Teugel een unieke locatie. Het klooster voor de Maashorst betekent denk ik een speelfunctie, een centrale plek waar heel veel dingen bij elkaar kunnen komen die plaatsvinden in de Maashorst. Dus we willen daar graag een verbindende factor voor zijn. Maar onze uitgangspunten ontzettend mooi passen. Dus zorg voor elkaar, zorg voor de aarde en de overvloed delen. Er komt een moestuin waar we biodynamisch gaan tuinieren, een kruidentuin en een fruittuin, zodat we gaan proberen zelfvoorzienend te zijn hier. Dus we vinden heel erg goed aansluiting. Je hebt heide, je hebt bos, je hebt open stukken. Dus je hebt die stukken die we juist willen gaan creëren hier op de natuurbegraafplaats, om ook al die facetten terug te laten komen. En deze plek die leent zich daar heel mooi voor, omdat we hebben hier landbouwgrond die we kunnen gaan inrichten als natuur.
En we hebben bestaand bos die we mooier kunnen gaan maken door juist dan weer wat loofbos terug te laten komen. Waarmee dit een perfecte plek wordt. En zo dienen we twee doelen. We maken een mooie plek voor de mens waar hij zichzelf kan laten begraven. En we maken een mooie plek voor de natuur, zodat het alleen maar mooier en meer diversiteit kan komen. Dat is eigenlijk de toplocatie voor ons.